Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eetcafé 9, EP Rikkelman, Stage Event Equipment, Emiel Techniek, Strik Auto's en Kalman Media Producties. Ja, welkom bij het Carnavalscafé van Omroep Tommeland! Ja, de sfeer is hier opperbest. We gaan er een mooie avond van maken. We hebben optredens van onder andere de Dorini's, Alberto, Murmisters en Emiel de Ratenbandjes. Ja, en we hebben ook natuurlijk de enige boxers en carnavals. Welkom bij Dommeland Live. Koekoek! Kijk me in dit pakje staan, geen bal vind ik eraan. Eentje links, eentje rechts, één in elke zak van mijn tennispak, van mijn tennispak. Oh, en we beginnen meteen met de Dorini's. Ja, voor wie het nog niet weet, was een duo, nu ben je solo. Hoe is het gekomen, Dorien? Ja, helaas, Marloe. Nou, het is eigenlijk helemaal niet heel erg jammer, maar Marloe heeft gewoon een zoontje van inmiddels bijna 3. Ja, en daar gaat het natuurlijk voor. Ze heeft andere dingen te doen. Ze heeft andere dingen te doen. Ze kon het niet meer combineren met de opvoeding van de kleine en haar werk. Dus ja, vorig jaar was toevallig ook de zoontje heel de carnaval ziek. Hoe erg is het om als jonge moeder dan weg te moeten? Vreselijk. Op een gegeven moment kon het niet anders en moest Marloe gaan stoppen. Ik snap het helemaal. Maar jij bent hier. Je bent nu solo. Ja. Hoe bevalt dat? Nou, ik heb gewoon energie voor 2 eigenlijk. Okay. Het is natuurlijk super jammer. Ik mis Marloe heel erg op het podium. Maar eigenlijk sta ik nooit alleen op het podium. Straks zie je de jeugd. De hut is vol overal. Ja, en hier is de hut vol. Dus iedereen staat gewoon bij mij op het podium. Dus, even iets anders. Ga jij voor 2020 wel voor weer een duo of blijf je solo? Ja, dat weten we nog niet. Ik ga morgen 27 optredens doen. Ik ga het eerst 27? Ervaren. Ja, ik ga kijken of ik het in mijn eentje ga redden. Okay. Daarna beslis ik gewoon of ik het alleen blijf doen. Ik denk het wel. Ik heb 2 jaar of 2 keer een zangpartner gehad. Ik ga het gewoon alleen proberen. En als het tijd is om te stoppen, dan is het tijd om te stoppen. Ja, dat snap ik. Je hebt tussendoor ook nog even een nummer opgenomen. John en Rini. Even in het kort, wat is dat? Ja, dat is gewoon als grapje ontstaan. Johnny Purple, we komen hem regelmatig tegen in Carnavalsland. Toen Marloe ging stoppen, dacht ik, hoe leuk is het om met andere artiesten een samenwerking te doen. En Johnny vond dat superleuk, dus we zijn als gelegenheidsduo John en Rini. En morgen te zien bij Omroep Brabant bij 3 Uurkes. Hartstikke leuk, dus 3 Uurkes gaat door, ja. Dat is je gelukt. Ja. Vanavond is ze hier bij Omroep Dommeland. Yay. We gaan allemaal feesten, het dak gaat eraf. De Dorini's met de Solonaise. Ja hoor, hoe duidelijk kan het zijn? Hier bij Dommeland Live komt erbij de prins. Waar is die met allemaal goed, maar je mag op het podium. De prins mag erbij natuurlijk. Iets meer volume kan dat of niet? Eerst was hij met z'n 2 en dat was fijn. Mijn maat ging altijd mee, een mooie tijd. En nu ben ik alleen, de sterren nog maar 1. Klaar ik steen en been zat in de pet. Hey, maar weet je, nu doe ik de solo met ze. Voor mij win wij de Polonaise. Ook geen zij aan zij, alleen maar ik en mij. En de Solonaise. Ja la 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 la, ja la. De Polonaise kan ingezet worden, hè? La 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 la. Ja la 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 la, ja la 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 la. Ja la 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 la. Dan heb ik het ook voor een jaar alleen. Ben net eruit zonder zusje, waar moet dat heen? Ik voel me hippie zonder hippie, een zebra zonder streepie. Depressie zonder dekie en een één zonder 2, 3. Nu doe ik de Solonaise. Voor mij doen wij de Polonaise. Ook in zij aan zij, alleen maar ik en mij en de Solonaise. Ja la 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 la. Ja, la 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 la
was een mooie tijd, dat is zeker waar. Hey maatje, bedankt, het is toch raar. Maar ach, zo is het leven, zoveel om aan te geven. De handen de lucht in, morgen begint de carnaval. Hier en in de stad, en laat je dat zo leven. De Solonaise. Van mij in wij in Polonaise. Ook in zij aan zij. Alleen maar ik en mij. En de Solonaise. De Mexicaantjes. Wat is er? Ik is aan Mexicaan. Hoi! Dat komt maar in Polé. Alleen maar jongen Solé. En een goede carnaval! Yeah. Dankjewel voor jullie enthousiasme. Een goede uitzending gewenst. Yes, Dorinies! Allee! Ja, bij mij zijn het deftige hoogheid, mag ik wel zeggen. Joost den Echte en adjutant Tom, oftewel Joost Schepens en Thomas Mulders. Ja, in Liemt word je gevraagd, hè, volgens mij, om prins te worden. Dat klopt, klopt. Ja. Hoe werkt dat dan? Nou, bij mij was het zo, ik heb een eigen hoveniersbedrijf. En we werken in de zomer vaak door tot 10 uur 's avonds. Dan kwam ik op een, volgens mij was het de woensdagavond, kwam ik thuis. En toen kwam de raadsheer, die kwam aan, of dat ik even tijd had. Je wilde even een beetje kletsen. Ja, ik wist eigenlijk niet wat de bedoeling was, maar ik dacht, misschien moet er iets als een tuin gedaan worden, dus ik was van mee. Jij dacht, hey, geld! Maar het was heel anders, we kwamen dat thuis aan en hij zei, lust een fles bier. Zeg ja, dat kunnen we wel doen. En toen begon hij te lachen en toen was het balletje rond, zeg maar. Dus, maar is dit nou een droom van je? Sorry? Is dit een droom van je? Ja, het is schitterend om te doen. Het is schitterend om te doen. Mijn vader is toch geweest. Dus ja, het is prachtig. De kans krijg je maar één keer in je leven. Dus dat moet je doen, toch? Ja, en jij bent adjutant. Even vertellen voor de mensen die niet weten wat het is. Wat houdt het in? Adjudant van de prins die zorgt dat de prins geen dorst heeft. hou een beetje in de gaten. Even kijken dat hij niet zat wordt. Zelf ook niet natuurlijk. En die scepter die vast zit, moet ik zorgen dat hij niet kwijtgeraakt wordt. En verder ja, samen met de prins dat het een heel mooi feestje wordt. Ja, maar hoe wordt een adjudant dan eigenlijk gevraagd? De prins die doet in het geheim, kiest hij zijn adjudant bij de raadsheer. En dan wordt hetzelfde manier, hoor ik ook, bij ons thuis wordt er aangereden. En dan gaan ze het ook weer vragen. Ook een flesje bier? Ook een flesje bier, daar werd er natuurlijk bij. En dan moet jij eerst zeggen, wil je adjudant worden? Dan weet je nog niet wie de prins is. Want ja, als je nee zegt, dan weet ik al wie de prins is. En dan ga je erover nadenken en dan kom je erachter wie de prins is. En dan zei hij ja, en dan staat hij hier. Toen dacht je... En toen dacht jij, feest. Ja, tuurlijk. Daar moeten we bij zijn. Zou je nou zelf niet eigenlijk prins willen zijn? Ja, kijk, ik gun het hem van harte. Dus ik heb nou net zo mooi. Ik vind het helemaal perfect. Ja. Hey, en prins. Hoe ziet jouw carnaval er nou eigenlijk uit de komende tijd? Druk. Heel druk. ja, de voorbereidingen voor de carnaval waren ook schitterend. We leveren heel lang toe natuurlijk, naar de carnaval. Ja, we hebben er heel veel zin in, we hebben een druk programma. We hebben het wel maandagavond doorgenomen. Dus ja, we gaan het meemaken. Ja. Hey, en kun je iets vertellen? Wat ga je morgen doen? Wat ga je overmorgen doen? Morgenavond gaan we eerst naar de WSD toe. Daarna is de uitreiking van de Gouden Munt. Dat is in Liemt een ondernemer zeg maar, die zich inzet voor de mensen in Liemt. Daarnaast wordt de etalageprijs uitgereikt. Zondagmorgen hebben we kolderzitting. Het begint al om 9 uur. Dat is ook een heel spektakel bij het wapen altijd. Volle bak. Dus, daarna hebben we de optocht, de Liemtse optocht. Dus maandags hebben we de loerievoep natuurlijk. Ja. Ik hoor je al. Ja, het is een hele gezellige crewtocht. Vorig jaar waren volgens mij, als ik niet lieg, 600-700 mensen.
Heel druk bezorgd, heel gezellig, Liemse mensen door elkaar. Ja, buiten Liemse moet natuurlijk ook komen, maar ja, crew vol, schitterend. En dinsdag gaan we eerst... Bier drinken. Ja, voornamelijk. Hey, luister, in Liemt is het motto gekozen, in Liemt graag het van eigens. Leg eens uit. Liemse mensen onder elkaar, dat is ja, niet om nou niet ten nadele van Boksel, maar liemste mensen onder elkaar is, ja, dat is altijd goed. Pas op, hè? Ja, ja, gewoon, ja, als je kijkt in Liemt, wat er allemaal wordt georganiseerd en wat er gedaan wordt, zeg maar, ja, dat is schitterend. Schitterend om te zien. Ja, liemste mensen voelen elkaar aan, dus daarom gaat het van eigens. Ja. Hey, en is dit nou eigenlijk een ambitie van jou al, om prins te worden? Je zei je vader was het al. Ja, klopt. Ja, het is een ambitie voor mij, anders had ik het natuurlijk niet gedaan. Maar ja, het is mooi, je staat wel in de belangstelling. Dat was in het begin, moet ik eerlijk zeggen, wel even wennen, maar het is wel ja, mooi te doen. Zo weten. Hey, en straks gaan jullie de echte Boksels Dommeland Live carnavalsquiz spelen, 2019. Hoe hebben jullie je voorbereid? Minimaal, moet ik eerlijk zeggen. Laten we op ons afkomen. Dus, ja. Ga jij hem een beetje helpen? Dat ga ik proberen. Ja? Ja. Goed zo. Ik wens jullie alvast een fijne carnaval. Ik zie jullie zo dadelijk. Jolijn, waar ben je? Ja, ik ben hier. Ik ben hier en ik heb naast me staan Jasmine Melis. Kom lekker erbij. Ja. Want jij bent een van de vrijwilligers die het opgenomen heeft voor... De tieners in Boksel van 14 tot en met 17 jaar. Jullie hebben iets georganiseerd en dat heet Duckout. Vertel, wat is het? Duckout is een verzamelnaam eigenlijk. We hebben 3 dagen georganiseerd. Helaas maar 3 dagen. Maar we zijn een beginnetje. Hè? Dus vrijdagavond dance is, zaterdagavond met de bus naar Scratch. Naar? Scratch. Scratch? In de Dungen. Zal aan mijn leeftijd liggen, maar ik ken het niet. Wat is daar te doen? Scratch, dat is een... Eigenlijk een beetje het idee wat wij vroeger hadden met de Blurptent. En dat hebben ze daar in de Nungen dus ook gedaan. Dat is echt speciaal jongerencarnaval. Dit jaar wordt het 11e jaar. En dan gaan wij dus met 2 bussen. Volle bussen. Zo. Volle bussen gaan we daar naartoe. En dan gaan we ze ook weer ophalen s'nachts. En dan hebben we zondag gewoon hier de optocht natuurlijk. Waar iedereen gewoon lekker kan doen wat hij wil. En maandag hebben we Mega Monday bij de Kwekpool. Hey, en Jasmin. Ja, ik hoor ze. Ze zijn binnen. Jasmin, vertel eens waarom jij nou het op je hebt genomen om dit te organiseren. Wat is jouw motivatie? Mijn motivatie is eigenlijk heel simpel geweest. Ik heb super tijd gehad altijd in de Blurp. En er zijn eigenlijk gewoon de allermooiste carnavalsjaren geweest die ik ooit heb gehad. Los van nu wat we nu doen. Maar de herinneringen zijn mooi, het is gaaf. Je kunt gewoon doen wat je wil. Het is een stukje... cultuur, zullen we maar zeggen. En ik vind het zo jammer dat die groep gewoon helemaal nergens terecht kan. En het belangrijkste vind ik dan op dat moment dat de kinderen die er dus nu rondlopen, die hebben echt geen honk meer. En dan moet je dus echt kijken, waar kunnen ze terecht? Met alle respect, in de kroeg horen ze gewoon niet thuis. Zeker niet met wat er nu allemaal gaande is, met de nikscampagnes en dat soort dingen. Ze horen dan niet thuis, dus je moet een eigen honk creëren, dus vandaar. En pleit jij voor een blurptent in 2020? Ja, ik zou wel willen, ja. Ja. Er zijn nog meer mensen volgens mij hier die er wel leuk vinden, hè? Volgens mij. Ik hoop het. Ja. Even iets anders, 14 tot en met 17 jaar. Er zit natuurlijk ook een groep bij die, heel eerlijk gezegd, wij waren vroeger 16 en dan doken we met heel veel plezier de kroeg in. Mm-hmm. De leeftijdsverschil 14-17 is vrij groot. Ja. Heb je al aanmeldingen? Ja, we hebben behoorlijk... 2 bussen, zei je? Ja, voor de bussen naar de Scratch toe hebben we behoorlijk wat aanmeldingen, 100 man. En dat is ook uitverkocht nu, dus daar kunnen we niks meer voor regelen. En de leeftijd 14-17, we zien met de bussen dat het met name 14-15-16 is. En 17 bijna niet. Dus ja. Maar dat had je kunnen verwachten. Ja. Hadden we ook verwacht. Tenminste, ik had het wel verwacht. Maar je hoopt natuurlijk altijd beter. Maar degene van 16-17 jaar, die hebben echt een plekje wel gevonden. Ik vind het een mooi initiatief. Ik vind het ook fijn om te horen dat er zoveel belangstelling voor is. Ja. Financieel gezien, is het bol te werken? Is het te regelen? Dat hopen we. We gaan het zien. Is nog een vraag dan? Nee, we zijn er eigenlijk wel helemaal uit. En het is best een dingetje. Hier en daar zal er een centje bij moeten. Maar we hopen toch nog dat we toch wel op de eindstreep op mooie cijfers uit kunnen komen. Dus in ieder geval dat we volgend jaar nog verder kunnen gaan. Dat snap ik. Heb jij nou zelf nog ergens tijd om flink te gaan feesten met de carnaval? Ja, we gaan gewoon door, hè. Je gaat door. Je gaat mee met Duckout? Ja. Het is morgen gewoon een normale werkdag en dan om 20:15 sluit ik aan bij de Duckout tot 1:00 en dan opruimen. Zaterdagochtend de jeugdoptocht,
Zelf nog de kroeg in? Ja, nou, na de jeugdoptocht is het aansluitend dus mee naar de Dungen. Na de Dungen gaan we terug naar de Komsehoeve. Even afhappen. Ja, dan gaan we even zelf aan de gang en dan om 12:30 weer met de bus mee. En dan zondagfeest, maandagfeest, even bij de Mega Monday kijken. En dan dinsdag, laatste dag, volle bak. Volle bak. Ja. Mooi initiatief, fijn dat je hier was om te komen vertellen. Ik gun de jeugd van 14 tot en met 17 mooie carnavalsdagen natuurlijk. We gaan naar Geert, want we krijgen een hartstikke mooi optreden. Ja, bij mij Alberto. En ja, dat mag gejuicht worden. Ja. Kijk, daar zijn we. Ja, Alberto, fijn dat je er weer bent. Ja, graag gedaan, Geert. Ja, zeker. Welk heilig huisje heb je nu weer omver geschopt? Nou, niet de kerk, maar wel degene die de Nashville-verklaring heeft ondertekend. Dat is dus Kees van der Staaij, zoals we allemaal weten. En die is tegen het homohuwelijk, en waar ik natuurlijk helemaal voor ben, mensen! Ja, waarom dit onderwerp? Omdat het in het nieuws is. En ieder jaar proberen we wat te doen wat in het nieuws is. Nou, en dat was Kees van der Staaij. Ja. En dan krijgt hij toch een klein beetje van langs natuurlijk. Ja, ja, we kennen jou natuurlijk ook van de hit Onno, mag ik je toyboy zijn? Huh? Ja, klopt. Ja, 2015 alweer geleden. Wordt dit nou net zo'n hit? Bijna. Nou, denk niet dat dat de evenaar is, Geert. Dat was binnen 24 uur was dat een hit. En dat is alleen maar dromen van. Dus, maar goed, we gaan goed. De Volkskrant heeft interesse. Er staat een stuk in de Volkskrant. Nou, prachtig, Volkskrant. Wie schrijft er nou in de Volkskrant? Lees jij de Volkskrant? Af en toe. Oh, dat is reclame zeker. Sorry. We hebben ook maar moet ik ook al die andere kranten dan noemen? Nee. Ja, ja. Heb je al een reactie van Kees gehad? Mooi Bokselkrant. Heb je al een reactie van Kees? Ja, zeker. Ja? Ja, Kees die wil een keer een hostie met mij gaan... ja, een hostie. Geen ontbijtje, maar een hostie. Ja. Ja, maar hoe voelt het nou? Want je wordt langzaam wel een soort BN'er, Alberto. Nou zeg, ik ga gewoon alle dag zo door het leven. Kijk, mensen kennen mij gewoon. In de supermarkt zeggen, hey Alberto, hoe gaat die jongen? Hey, duimpje omhoog. Nou ja, je krijgt de gekste dingen naar je hoofd geslingerd natuurlijk. Maar goed, maakt niet uit. Ja. Ik heb een dikke huid. Ja. Heb je zin in de carnaval? Absoluut natuurlijk. Goed zo. Ja, je ziet ook wel. Kijk, gewonde knie, ken je die nog? Ja. Ja, je zult misschien wel denken, waar is die gebonden knie? Die knie, die is zo gaan ontsteken, is echt super zielig. Die jongen is gewoon dood. Ja, echt, die is gewoon zijn knie eraf en alles, helemaal niks meer. En die India, of die cowboy... Ja, ja, waar zijn ze eigenlijk? Ja, dat ben ik net aan het uitleggen. Ja. En die cowboy had zoveel liefdesverdriet ervan. Nou, dat is net als twee zwanen, weet je wel. Hè? Als ze dan elkaar missen, dan gaat het fout. Dus echt zo zielig. Dus ik ben op zoek naar een nieuwe Indiaan, een nieuwe cowboy. Dus kunnen ze zich ergens melden? Ja, absoluut. Me stuur gewoon een mailtje aan info@omroepdommeland.nl. Ja. En dan kan je gewoon aanmelden voor Indiaan of voor cowboy. Of voor cowboy. En dan kunnen ze de carnaval met je mee. En dan kunnen ze de carnaval nog met mij mee. Dus info@omroepdommeland.nl. Goed zo. Ja. Mag ik een daverend applaus voor Alberto met Feestie bij Keesie! Hey Keesie, waar is dat feestie? We hebben een feestie. Feestie bij Keesie. We hebben een feestie.
onze hoop. Ja, toen zag ik het licht en de hemel die ging open. We hebben een feestje, een feestje bij Casey. We hebben een feestje, bij Casey in de kerk. We hebben een feestje, een feestje bij Casey. Een feestje bij Casey, bij Casey. Een feestje, een feestje bij Casey in de kerk. We hebben een feestje, een feestje bij Casey. We hebben een feestje. Naast mij staan jeugdcarnaval Boksel natuurlijk, prins Veerke den Urste van harte welkom en prinses Laura den Urste, zeg ik het al goed? Ja. Want natuurlijk in Boksel wordt ontzettend veel gedaan voor het jeugdcarnaval door Stichting Openbaar Jeugdcarnaval Boksel, zeg ik dat goed? Ja! En de knokkers? Ja! En we hebben hier in the house hebben we natuurlijk de jeugdraad. Ja, die staan even verstopt. Maar eerst bij deze prachtig verkleed mensen. Prins Veerke den Urste, wat is jouw echte naam in het gewone leven? Loek van der Weer. Oh, dat is ook heel mooi. En jij? Laura van der Loo. Laura van der Loo. Jullie zijn allebei van groep 8, hè? Van dezelfde school ook, jij van? Ik van de Angela School. En jij? Molenwijk Jenaplan. Molenwijk Jenaplan. En jullie zien er heel mooi uit. Hoe voelt dat nou om in deze kleding en dan met carnaval zo'n mooie titel te mogen dragen en het werk te mogen uitvoeren? Ja, het voelt heel goed en het is ook heel dankbaar. Het is superleuk en ja, je kunt gewoon veel leuke feesten dan normaal in de kwekpool als je zo in de raad of als prins of prinses bent. Je hebt veel meer extra, denk ik, hè? Ja, veel meer extra. Je gaat veel meer bezoeken doen en we hebben het gewoon heel druk, maar dat gaat heel erg leuk worden. Oh, en ik merk ook aan jou dat jij wel gewend bent om voor een hele grote groep te spreken. Ben je daar ook op geselecteerd? Ja, dat is wel het grootste deel waarop je geselecteerd wordt. Maar daarnaast wordt ook gekeken naar het liedje wat je gaat zingen. En de improvisatie die we moesten doen met het letterspel. Oh, wat goed. En wat is jouw taak met de carnaval? Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde. Gewoon ook bij plekken gewoon rondgaan en dan mogen praten voor mensen en onderscheidingen uitdelen. En het is allemaal gewoon superleuk. Oh, en dat doe je ook goed en je ziet er prachtig uit. Mensen onderscheidingen uitreiken. Volgens mij hebben jullie een hele volle agenda. Houden jullie dat nou zelf een beetje bij of hoe gaat dat? We hebben natuurlijk ouders en knokkers die het regelen. Maar lekker makkelijk, hè? Ja, maar we weten zelf wel ongeveer waar we heen gaan en al. En ben je nu echt iedere dag op pad, de hele dag, of hoe gaat het? Ja. Serieus? Ja. En hoe hou je er vol? Nou, jullie zijn jong, oké, dat scheelt. Ja, gewoon een beetje feesten. Beetje feesten. En hebben jullie nou ook nog tijdens de carnaval tijd om, buiten die officiële titels hè, die jullie dragen, het lijkt me toch ook wel leuk dat je even echt zelf ook lekker even uit je dak kunt gaan? Ja, dat mag ook. Want. Mag dat? Ja, want wij zijn in de middag, gaan wij op bezoeken. En in de avond kun je gewoon net de rest gaan losgaan. En de laatste avond hebben we ook samen afgesproken om los te gaan. Los te gaan eigenlijk. In de en als jij losgaat, wat houdt dat in? Heel erg veel hossen, dansen en lekkere slusjes drinken. Oeh. En jij, als je losgaat? Of ben jij wat stiller? Of, nee. Of lijkt dat maar zo? Ik denk dat het maar lijkt. Oeh. Jullie ouders zijn erbij. Ik ga meteen even naar achteren. Ik kom even naast me van de knokkers, hè? Van de knokkers. Ja, ik pluk ze er gewoon uit. Want ja, zonder de knokkers geen jeugdcarnaval. De kwekpool, hij is heel mooi ingericht. Hij is klaar, heb ik gezien op Facebook. Hoeveel vrijwilligers doen er dit jaar mee ongeveer? Moet ik dan denken aan 50 of 60? Nou, bij zo'n 100, 120 zo'n beetje wel. Jeetje. Ja, zoveel zijn het er. Nou is het ook wel berengezellig, heb ik me laten vertellen, bij de knokkers. Want hoe is voor jullie zelf de carnaval dan? Kun je dat eens beschrijven?
Ik ben helemaal met de jeugd bezig. Dus ik ben overdag sowieso met de jeugd weg. En 's avonds zijn wij in de kwekpoel om daar gezellig voor de kinderen die daar zijn een supercarnaval te maken. En daarna gaan wij zelf op pad met z'n allen. Dan noemen we de derde helft. Ik trek er hier nog een naar voren, die staat er mooi. Volgens mij hebben we hier een connectie, hè? Wij kennen elkaar. Ja, trotse vader, of niet? Hele trotse papa, ja. Zeker weten. Had jij nou gedacht vroeger, toen hij als babytje in zijn wiegje lachte, liefde lachen, zal ik maar zeggen. Had jij toen zoiets van, wat zou dat mooi zijn als dat nog eens ooit een prins wordt? Ja, dat wil je natuurlijk altijd als papa die veel carnaval viert, hè. Dan wil je heel graag dat je kind dat gaat doen, hè. En dan is het toch wel mooi dat het uitkomt. En hoe is dat voor jou om hem sowieso te zien? Hoe doet hij het? Ja, ik vind het super. Ik ben gewoon echt een hele trotse papa en ik vind dat hij het hartstikke goed doet. En ik hoop dat hij nou laat zien dat hij dat ook de komende dagen gewoon volhoudt. Dat zal toch wel? Daar ben ik stellig van overtuigd. Heb je zelf ook nog prinswensen trouwens voor Bokstel? Het moet gewoon altijd de beste prins van Bokstel moet gekozen worden, zo simpel is het. Nee, maar ik vraag of jij wensen hebt. Nou, dan valt hij even stil, hè? Hoor ik een sollicitatie? Nee, ik hoor geen sollicitatie. Ook in Bokstel moet je volgens mij netjes gevraagd worden. Dus, Nee, hij heeft niet gesolliciteerd, nee. Hoor. Ik vond het zelf, het lijkt me wel een hele mooie prins. Ik vind best een hele mooie prins. Maar ik vind één prins vier keer gewoon per jaar vind ik echt gewoon genoeg. En dan moet er een paar jaar tussen zitten en dan komt dat best goed. Oké, ga ik even naar prins Veerke. Hoe is het nou? Zit jouw vader nou de hele dag op te letten of hoe je het doet? Want ik hoorde hem al zeggen, even afwachten hoe dat hij het doet. Heb je er last van? Nee, ik heb er niet heel veel. Ik heb er helemaal geen last van eigenlijk. Hij komt gewoon mee op bezoek en dan staat hij ook een beetje te feesten langs de kant. En wij gaan gewoon speeches geven en daarna gaan we lekker de zaal in om te feesten. En de eerste speech die je moet geven is wanneer? Zaterdag al, want dan gaan we op het balkon van het stadhuis. Gemeentehuis? Gemeentehuis. Ook goed hoor. Gemeente de hem. Gaan wij de sleuteloverhandiging doen en dan krijgen we zogenaamd de sleutel van de stad. En dan zijn jullie de baas. Dan zijn we de baas van Indegat dan. Oh, helemaal geweldig. Ik loop even, kom er even bij, prinses Laura, want jij hoort er ook helemaal bij. De eerste speech hoor ik. Doe jij daar ook aan mee zaterdag? Ja, dat doe ik wel mee. Bereid je die voor? Ja, die moeten we oefenen. Heb je die zelf geschreven? Ja, met Hester samen en Suzanne. Oh, en heb je dan een beetje eigen inbreng? Ja, dat zeker. Oh, wat leuk. Waar verheugen jullie nou het meest op de komende carnavalsdagen? Waar kijk je het meest naar uit? Naar de eendverbranding. Oh, ik zie al mijn mensen klappen. Dat is toch heel zielig als die eend verbrand wordt? Ja, ik kijk ook wel een beetje uit naar de eendverbranding. Maar... Echt? Ja, alleen. Alleen is carnaval voorbij. Ja, maar dat is ook... En vooral naar het plekje bovenop de carnavalswagen, want daar, daar wens ik al heel lang. En dat heb ik ook verteld in mijn buurt. Mooi. Bovenop de carnavalswagen gaat het worden zaterdag. Ik wens jullie een super carnaval. We gaan over naar Geert. Ja, yes. Hier ben ik. Naast mij staan twee ex-prinsen van Liemt, mag ik eigenlijk wel zeggen. Henk Keizers en Lars van der Velde. Welkom. Leuk dat jullie er zijn. Henk, het is alweer 16 jaar geleden dat jij prins was. Denk ik? Zo lang al? Ja, de tijd vliegt. Ja, time flies, hè? Hoe kijk je nou op terug, op die periode? Ja, geweldig. Ik kan iedereen aanbevelen, als je gevraagd wordt, niet nadenken, ja zeggen en doen. Het is in één woord de mooiste herinnering bijna uit je leven. Ja, wat is nou de mooiste herinnering voor jou dan? De mooiste is toch wel de geboorte van mijn zoon. Maar dan komt carnaval. Ja, maar de mooiste herinnering van de carnaval. Oh, de mooiste herinnering van de carnaval, ja. De mooiste herinnering van de carnaval was mijn arrestatie. Ik ben, ik ben in de boeien geslagen. Door wie? De politie. Live uitgezonden op Omroep Brabant. Ja. Ja, mijn adjudant Theo Meges en ik, we hadden een grap uitgehaald met de vereniging. We hadden ze voor de gek houden in die zin van dat ze een grote som geld zouden krijgen. Dat was natuurlijk nepgeld. Dus we zijn carnavals dinsdag gearresteerd voor vals munterij. Politiewagen erbij, in de boeien geslagen, afgevoerd, voor de rijdende rechter gedaagd. En dat had toch wel heel veel geld gekost. 200 bonnen mochten we op borgtocht vrij. Van bier bedoel je, bonnen voor bier?
Ja, precies. Oké. Lars, jij was 6 jaar geleden prins, volgens mij. Hoe zou jij het vinden als je, of zou je nog een keer gevraagd willen worden überhaupt? Nee, ik zou geen prins meer willen zijn. Nee, niet meer aan hoeft te sluiten in de kassa bij de co-op. Neem je voor je vrouw bloemen mee, dan liggen er al 5 bossen thuis. Ja, ze gaat als je prins bent natuurlijk, toch? En ja, op een gegeven moment krijg je zelfs een koekje die naar je vernoemd wordt, apart in de verpakking en zo. En daarna is er nog een artiest die noemt zich zo. Ja, eigenlijk heet je Pim, of heet je Koek. Prins. Maar, en uiteindelijk heb je dan een artiest die noemt zich naar je en die zingt over paarse regen. Een stuk die confetti die naar beneden komt in Ploegersland. Ja, terwijl ik zoiets van, ja nee, dit is beter dan ik het kan doen, dus laat maar gaan. Uiteindelijk hebben we dus al 6 prinsen gehad die het beter dan mij doen. Dus we hebben het stokje prima over kunnen dragen. En jullie zijn volgens mij beide nog actief in Ploegersland, toch? Wij zijn erg actief in Ploegersland. Ja, dat klopt. Maar dan blijf je als prins altijd wel, volgens mij. Want? Nou, in ons geval was het zo dat we een boerenbruiloft hadden. En die liep niet heel erg, zeg maar. Dat was niet dat het nou super, super druk was. Toen dacht ik van, nou, dat kan anders. We hadden ook het probleem toch ook wel met de jeugd die veel naar de wat grotere steden gingen. Carnaval moet blijven leven. En uiteindelijk zijn wij met Henk en nog een andere clubje, zijn wij Loerifoepen gestart. Ja, want ik sta hier, hè, de Loerifoepen Camping Editie. Wat is dat in hemelsnaam? Nou, Loerifoepen is eigenlijk een korte vakantie. Vandaar ook de Camping Editie. We willen graag natuurlijk een thema aan verbinden, zodat iedereen ook in dat thema gekleed kan komen. We hebben ook de nodige attributen die doen denken aan een camping, dus dat komt helemaal goed. Je koopt je kaartje bij de kassa, dan kun je vanaf 11 minuten over 12. Vervolgens ga je lekker alle kroegen langs, treden er verschillende kapellen op, maar ook diverse artiesten gaan komen. Vooral met het carnavalsgenre natuurlijk. En daarna hebben we nog echt een hele dikke eindevenement. En dat is buiten en dat wordt helemaal top. Maar dan moet je echt komen kijken, want daar ga ik echt niks over verklappen. Wie is allemaal welkom eigenlijk dan? Van welke leeftijd? Uiteindelijk is iedereen welkom. Want in... Hey! Boksel! Uiteindelijk is iedereen dus welkom, want er zijn diverse kroegen die ook luchtkussens hebben, spelletjes hebben, er kan geschminkt worden. Maar de wat ouderen die pakken lekkere pilsje, die dansen op de muziek. Ja, het is natuurlijk wel 18 niks, laat het duidelijk zijn, maar alles wat er onder de leeftijd toch wil komen, helemaal super en kei gezellig. Ja, en aanstaande maandag volgens mij is er ook nog een prijsuitreiking, hè, van de prijsvraag in de Ploegers Glossy, de carnavalskrant volgens mij van Liemt. Wat weten jullie daarvan? Niks. Nee? Kun je ons niks verklappen? Nee. Jullie mogen niks loslaten. Nee, de carnavalskrant die is 2 weken geleden al verschenen, op vrijdag. Dat was ook een druk bezocht evenement. Daar worden ook altijd de prins en de graaf van de Vivantjes, andere carnavalsvereniging, die worden dan op ludieke wijze toch onthullen die de krant. En dat was ook weer een heel erg leuke avond, maar bij de ploegers zijn er zoveel leuke avonden. En wij hebben daar met Loerifoepen een item aan toe weten te voegen op de maandag. Nou, op dinsdagavond heb je nog het chaos met de oud-adjudanten. Dus Henk er ook weer een van. Henk is prins en adjudant geweest. Die kon niet kiezen. En, dat is op dinsdagavond een hele gave afsluitende avond, met alles erop en eraan. Er zijn ook video's al gereleased van tevoren om mensen daarvoor te trekken. En vervolgens... Maar je mag niks verklappen over de prijsuitreiking. Dat wilde ik eigenlijk weten. Ja, oké. Nee, mannen, super dank dat jullie er waren. Ik wens jullie een hele fijne carnaval. Ja, en burgemeester Natrop die heeft nog voor ons een... hele belangrijke boodschap voor alle mensen die in Boksel wonen, Liemt en Lennensheuvel. Daar hebben we een filmpje van. Kijk even mee. Beste inwoners van Indegat en Ploegersland. Carnaval staat voor de deur. Overal in onze dorpen staan geweldige activiteiten op de planning. Heel veel mensen hebben keihard meegewerkt om al die festiviteiten ook mogelijk te maken in de dorpen zelf, maar ook in het gemeentehuis. Er ligt echt een prachtig programma waar we met z'n allen trots op mogen zijn. Met vaste elementen zoals de optochten, maar ook met nieuwe initiatieven, zoals Duck Out voor onze jongeren. Ik heb daar ontzettend veel waardering voor en ga op zoveel mogelijk plekken ook een kijkje nemen. Ik hoop dat jullie hetzelfde doen en dat we elkaar nog ergens tegenkomen.
Voordat de sleutels van Indegat en Ploegersland worden overgedragen, wil ik als burgemeester graag van de gelegenheid gebruik maken om iedereen een hele goede carnaval toe te wensen. Geniet ervan en maak er met elkaar een heel fijn en veilig feestje van. Dankjewel. In ons carnavalscafé is het weer tijd voor een nieuw optreden. Bij mij staat Yannick Brechemacher uit Bokstel. Yeah! Van Murmesters. Ja, ik kan het niet uitspreken, maar is dat Tilburgs? Ja, dat is Tilburgs, ja. Hartstikke Tilburgs, maar Yannick komt uit Bokstel. Roep even kort de namen van jouw medestudenten. Nou, hier hebben we Ludo. Dit is onze Joris. En dit is onze Koen. En dat was de Koen. En jullie zitten eindexamen Pabo Tilburg. Ja, klopt. Zijn aan het afstuderen, ja. Dus jullie gaan binnenkort, deze jongelui gaan binnenkort voor de klas? Ja, absoluut, absoluut. Zijn nu stage aan het lopen en binnenkort zijn we te vinden voor de klas. Lijkt me hartstikke leuk hoor, om van die mooie meesters voor de klas te hebben. Want er zijn veel mannen tekort, hè. Is dat daarom dat jullie dit liedje hebben gemaakt? Ja, nou, het leraarschap is natuurlijk veel in de media op het moment. Dus wij dachten, we gaan even met een knipoog en een lach, gaan we het even weer onder aandacht brengen. Dus dat hebben we gedaan. Oh, hartstikke leuk. En nou ook live op tv? Ja, absoluut. Ja, kunnen we niet missen, toch, dit? Hartstikke leuk. En ik ga even iets heel flauws doen, want ik weet, jouw mama zit te kijken. Antoniek, ja. Ik zou het doen. Je baalt nou, hè? Ja. Hoi, mam. Oh. Oh, ik hou van je mama. Allemaal zin om voor de klas te gaan komend schooljaar? Ja, ja, zeker, zeker. Nee, dat komt helemaal goed. Ja, absoluut. Waar gaat het liedje over? Nou, het liedje gaat over een mister. En deze mister, die had een beetje pech, maar aan het einde, dan komt toch weer allemaal goed. Komt allemaal goed. En met jullie komt ook alles goed. Wij gaan luisteren naar Murmesters. Deze is voor jou. Ja, ja. Zo'n 100 jaar geleden, in onze maatschappij, waren leerkrachten de mensen waar je kunt tegen zijn. Maar tegenwoordig in de klas is het niet meer wat het was. Doe de leerkrachten plezier en geef hem gauw op bier. Onze mister, hij is de best. Want hij vertrekt altijd als last. Onze mister, hij is de best. En een beetje carnaval, we krijgen weer als best. Carnaval, daar gaat de mister. Bekleed als witte jaar, dan is de keer van het jaar dat ze kennen en bestaan. Dat ze trouwen over rechten, hebben ze vergaan. Carnaval, dat plaat beter, want dan is hij dan de zon. Yeah, yeah. Ja, onze mister, hij is de best. Want hij betrekt altijd als rest. Ja, onze mister, hij is de best. En op de carnaval betrekt hij weer als rest. Deze carnaval ging er niet zoals gepland. Was een vrouw die nam been en ben je goed gekleed en ver. En daar zat hij in de klas, te staren naar lege banken. De kinderen stroomden binnen, maar de mister bleef maar janken. Van alles geprobeerd, maar van de mister geen gehoor. Dus Jantje riep, kom die jongens! En dan gingen ze in koor. Ja, onze mister, hij is de best. Want hij vertrekt altijd als rest. Ja, onze mister, hij is de best. En op de carnaval betrekt hij weer als les. Ja, la 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 la. Hey! Ineens kreeg de mister weer een glimlach op zijn kop. Dankzij al die lieve kinderen kwam hij er bovenop. Met polonaise naar de kroeg, een feest voor jong en oud. Kom Jantje toe snel, ben je flesje voor maar gauw. Maar dat was nog niet alles, Jantjes moeder die was mee, ze gaat hem misten. Niet alles gaat oké, okay, ze had gehoord. Zijn vrouwen door een ander verwend en gaat de avond van de misten. Ontstaan een happy end. Oh no. Ja, ik moet niet zeggen. Ja, hij is helemaal klaar met de misten. We doen nog één. Laatste refreintje, kan die. 1, 2, 3, onze misten. Vindt het wel best. Vertrekt als best. Een kater als de pest. Maar onze misten had het voor gezien. Ja, dankjewel mannen, pak een drankje.
Wat een gekke huis hier, hè? Hoe is het goed, hè? Och, echt ongelooflijk. Ja, dames en heren. Ook hier in de studio. Het is tijd voor de grote Omroep Dommeland Carnavalsquiz 2019! En hij is hartstikke moeilijk. Hij is heel moeilijk. Hij is heel moeilijk. Wie kan hem aan? Zijn jullie er klaar voor? In ons midden hebben we de prinsen heden tegen de ex-prinsen. Nou, een Liemse strijd wordt het. En we hebben een officiële jury, hè? Hebben we een officiële jury? Ja. Oké. Okay. Houd de score bij. Oké. Mannen, jullie hebben allemaal een toeter gekregen. Ja, doet hij het? Ja, doet hij het? Ja. Hij doet het, hij doet het. Laten we even de regels duidelijk maken. Zodra je het antwoord weet, dan blaas je op je. Ja, daar dacht ik. Nou, zijn jullie er klaar voor? Oké. Oké, de eerste vraag. Komt-ie. Zij gaan spieken. Ik zag het. Niet spieken. Ik zag het. Pas op, hè. Oké, mannen. Komt-ie. S sluit aan bij Bokstel. Als jullie vorig jaar goed hebben opgelet, moet je nu het antwoord weten. Hoe heet S tijdens carnaval? Deze waar even. Ongevorse Poel. Ja! Even! Ja, hoppa. Gaan we naar de tweede vraag. Vraag 2. In welke Bokselse winkel wordt traditiegetrouw iedere dinsdagmiddag de Polonaise gelopen? Fout! De Hema. Ja! Wist je niet, hè? Nee. Oh, ze wisten hem niet. Heel goed. Oh, ik heb er nog één. Jij komt er iedere week, hè, of niet? Dat dacht ik. Net te vroeg. Oké, deze moet je even opletten, heel stil zijn en goed rekenen. Je kan er goed rekenen. Ja, je kunt goed rekenen. Oké, let op. Uit hoeveel letters bestaat het woord carnavalsoptocht? Blazen! Ja! Ja, jij zei blazen. Henk? Hoeveel? Als je ja fluit dan. Ik wil het nu weten. 16. 14. 16. Jury? Ja, ze blazen wel als eerste. Dus ja. Maar ze hadden hem goed, hè? Ja, ze hadden hem goed. Oké, we zetten ons volgende. Nu stilte. We krijgen een audiofragment. Je hoort twee liedjes door elkaar. Ik wil de titel en de artiest. Oftewel, van allebei de liedjes. Het volledige alles. Heb je een beetje... Titel en de artiest, oké? Okay? Je kunt... Komt ie, laat me horen! Stop. Vertel. Michael Schuurmans, wie zijn de moeders van het Loerievoepen? Fout! Nog een keer! Laat me horen! Sociaal omgaan met de prins uit Bokstel. Dus oh ja. Pak je toetertje. Zet hem schrap. Goed opletten. Hoe heet, er komt nog meer aan, de prins van Bokstel met zijn echte naam? Let op, de naam moeten jullie ook goed spellen.
Hoe heet de prins van Bokstol, mensen uit Liemt? Dat weten jullie toch wel? Joris van der Pas. Fout! Peer. P-E-E-R. Oh, dat meen je niet. Oh, dat meen je toch niet. Sorry. Donald de Vijf? Nee, zijn echte naam. Zijn echte naam. Ze hebben nog wel goed te maken in Boksel. Jan van Zochel. Bijna goed. Bijna goed. Je zit in de buurt. Fluisteren. Helpen. Hulplijnen. Hulplijnen. Hoe heet hij? Ja. Christian van Zochel. Oké, okay, nou mag... Heel goed. Maar... Nou... Nou kunnen jullie helpen, hè? Als je even goed luistert. Hoe spel je Christian van Zochel? Nou, dat wordt lastiger. C-H-R-I-S-T-I-A-A-N. Goed. Zochel. Z-O. Van spatie V-A-N. En dan Z-O. Spatie. O. Spatie Z-O. C. G. H-E-L. Ja! Oké. Okay. Ze hebben het goed gemaakt, baby. Oké. Nu komt die mannen. Dit is echt een hele heftige vraag. Dit wordt een moeilijke. Carnavalsgerelateerd. Dit moeten jullie weten. Hoeveel tanden heeft een okapi? Ja, wat? 88. Fout! Geen, want je hebt dus een hele lange tong, of niet? Fout! Dit is familie van de giraf! Hulplijnen! 54? Fout! 11. Fout! 4. Ik geef het in, het zit in de buurt van de 30. 31. Fout! 29. Fout! 32! Ja! Oké. Ik wil even tussenstand, meneer, kom eens hier. Wat is de tussenstand op dit moment? Voor de huidige prins 2 punten. Oh. En voor de ex-prinsen 4 punten. Oh. Even gas geven. We krijgen de laatste vraag. En met deze vraag kunnen... Nee, ho. Kunnen 3 punten verdiend worden. Je hoort weer 2 liedjes door elkaar. Ik wil de titel en de artiest volledig. 3, 2, 1, laat me horen. Ja, dit is moeilijk, of niet? Ik weet er één. Ja? Ik weet er één. Dat is natuurlijk los van de Drinis, maar de andere... Kijk eens daar. Zullen we nog een keer doen? Nog één keer, hulplijnen mogen ingeschakeld worden. Stop. Die werd gefloten. En heel hard ook. Je ziet het aan zijn fluit. Fluit is kapot. Kapot gefloten. Welke? Alberto. Alberto. Jazeker. Pas op, hè. Ze staat hier. Onno, mag ik je toyboy zijn? En de andere was? Los van de Drinis. Yes! Hoppa! Dan wil ik de officiële uitslag is geworden. 2-7! Super mannen! De eer is voor jullie. Van harte gefeliciteerd. Jullie hebben de Omroep Dommeland Quiz, Carnavalsquiz 2019 gewonnen. Gefeliciteerd. Jolene, we gaan naar jou toe. Ja, want ik hoor geen geluid. Ik praat nog even door. Jullie verstaan mij niet, maar ik vertel even. Ik sta op het podium, want hebben we misschien een andere microfoon of is dat niet nodig? Even seinen. Ik hoor mezelf. Ja, daar hoor ik mezelf. Ja, ik ben er. Dankjewel.
Nou, naast jurylid ben jij ook van Emiel en de Ratelbandjes. Ja. Wauw. Jullie komen niet uit Boksel, is jullie link met Boksel? Wij vinden Boksel geweldig. Oh, dat is een goede reden. Emiel en de Ratelbandjes. Yes. Waar zingen jullie over? Over Emiel en Emiel Ratelband. Ja? Ja, die ken je misschien wel. Die, ja. In zijn, ja, waar ken je hem van nog? Ja, ja. Van Tjaka. Ja, van Tjaka. Want ja, kennen wij toch ook allemaal, die Tjaka? Tjaka! Ja, natuurlijk. Nee, hij is in het nieuws geweest omdat hij wilde wettelijk zijn leeftijd verlagen. Omdat hij zich heel jong voelde. En ja. Ja, wij voelden ons daar zo aangesproken door. Wij denken, daar moeten we een liedje over maken. Ja, jullie zijn eigenlijk 60 en jij hebt een facelift toegepast, of niet? Ja, dat zie je toch? Ja, je ziet er mooi uit. Ja, dank je. Ja, maar ben je altijd zo streng? Ja, je was jurylid trouwens. Ja, ja, maar ik ben ook 60, hè. Dat ja, klopt. Ja. Hey, hartstikke leuk. Hoe heet het nummer? Is het al voorbij gekomen? Heb je het ook gezegd? Jong. Sorry? Voor altijd jong. Wie wil dat niet? Emiel en de Ratelbandjes. Voor altijd jong. Jong, jong, voor altijd jong. Voor altijd jong. Wat vond je ervan vanavond? Ik vond het super, super, super gezellig. Ik heb echt enorm genoten. Ja, het was een beetje een gekkenhuis vanavond. Een behoorlijk gekkenhuis, ja. Maar wel heel gezellig met Boksel en Liem erbij elkaar in de studio. Zeker, zeker. Heel leuk. Ja, en een mooie verrassing voor de mensen thuis. Aanstaande zondag is de grote In de Trek. Jeppa! Oh! En niks is minder waar. Wij gaan met de Omroep Dommeland de optocht live uitzenden. Vanaf 1 uur. Zijn we te zien op de Bossenweg. En dan kunt u thuis ook de optocht live zien. Heerlijk. Dus het wordt een prachtige dag zondag. Het wordt een hele mooie dag. En vanavond was al mooi. De carnaval die komt eraan en wij gaan beginnen. Ik vond het super leuk dat jullie hier allemaal waren, mensen. Super! Ja. En jullie thuis, ja, maak er een hele mooie carnaval van. Heb het leuk samen. Hou het ook een beetje veilig en vooral veel plezier. Ja, en een beetje bier. Houdoe, bedankt. Hey.